Meisjes A E-Care Apollo. De volleybalvereniging E-Care Apollo hecht groot belang aan een goede jeugdopleiding en is serieus bezig met het opleiden van volleybalsters. Onder de naam Saturnus is hier enkele jaren geleden een start neergemaakt. En de resultaten mogen er zijn. Een van de diamanten van de vereniging is het Meisjes A-team. Het aantal karaat is nog niet helemaal duidelijk. Aan de diamant wordt nog volop gepolijst. Dat het een mooie wordt, dat staat wel vast. Wat te denken van het dit jaar behaalde kampioenschap in de topklasse? De eerste plek gaf het A-team recht op deelname aan het regio kampioenschap Oost. Ook op regioniveau sloegen de meiden de tegenstanders van de vloer en wonnen de finale. De opmars strandde uiteindelijk in de finale van het landelijk kampioenschap. Tweede van Nederland worden is een prestatie om trots op te zijn. Deze prestatie is niet uit de lucht komen vallen, dat zal wel duidelijk zijn. De combinatie van school en sport vraagt om planning en zelfdiscipline. Dit betekent dat de meiden zich nogal eens iets moeten ontzeggen. Daarom terecht nu in de schijnwerpers. Dames en heren, genomineerd voor Jeugdsportploeg 2012, Meisjes A E-Care Apollo.